Ik ben op weg naar de Zemstraatkerk hier in Stadskanaal. Daar vindt vanmiddag een evenement plaats dat heet het Geroedehuis Bali presenteert. Ik ga even een kijkje nemen. Wie denkt aan Bali, denkt vaak aan mooie tropische stranden op een toeristisch eiland. Maar wat veel mensen niet weten, is dat er in de binnenlanden van Bali veel armoede heerst en meisjes weinig tot geen kans krijgen om een opleiding te volgen. Het Geroedehuis Bali biedt een veilige haven, verzorging en onderwijs aan 20 kansarme meisjes in de leeftijd van 7 tot 17 jaar. Vanmiddag vond op een zomerse oktoberdag de presentatie plaats van het Geroedehuis Bali in de Zemstraatkerk hier in Stadskanaal. Jeroen en Yvette Langeveld zijn beheerder van de stichting Geroedehuis Bali. En ik wil jullie graag kennis laten maken met deze twee meisjes. Zusjes eigenlijk. Maar beide met een totaal verschillende achtergrond. We nemen jullie mee terug naar zo'n 10 jaar geleden. Nila is 6 jaar en woont op het eiland Sumba, niet ver van Bali vandaan. Ze woont daar met haar vader en moeder. Eigenlijk heeft ze best een leuk leven, maar ze wil heel graag naar school. Haar ouders hebben geen geld en hierdoor kan hij daar niet naar school. Heeft het evenement Geroedehuis Bali georganiseerd hier in de Zemstraatkerk? Kun je daar iets over vertellen? Zeker. Wat het evenement vandaag inhoudt is eigenlijk Geroedehuis Bali stelt zich voor. Wat we willen is inderdaad zoveel mogelijk het huis eigenlijk leren kennen, waar 15 meisjes wonen in de leeftijd van 7 tot 17 jaar. En die gaan dus naar school vanuit Bali, vanuit dat huis. En daar willen we meer over vertellen. En we hebben een stukje Indonesië hierheen gebracht vandaag. Hoe zijn jullie in aanraking gekomen met het Geroedehuis op Bali? Ik bedoel, het is niet naast de deur. Nee, dat klopt. Het was eigenlijk altijd al een project bij onze kerk en ik was er eigenlijk nieuwsgierig naar. Dus zo zijn we eigenlijk met de oprichters van het huis zijn we in contact gekomen, mochten we erheen. En ja, die oprichters zijn inmiddels overleden en toen is ons gevraagd of wij het werk wilden voortzetten. Ik denk dat we binnen straks maar even weer een kijkje moeten nemen. En ik wens jou hartstikke veel succes met de rest van de middag. Dankjewel. Wat vind je ervan? Wat vind je van de sfeer? Heel leuk. En een goede sfeer en hele vriendelijke mensen. Dus ja, nee, super. Wat bracht jou naar dit evenement? Wat maakte dat je hier komt? Nou, ik las van Indonesië en ik ben zelf ook half Indisch. En mijn moeder is dus Indisch. Die heb ik dus ook meegenomen. En mijn dochter en mijn nichtje. Dus die houden er ook van de cultuur. De kleding, het eten, alles eigenlijk, hè. Dus ja, even wat mooie informatie over, ook nog over de meisjes van het huis. Ook heel interessant. Ja. Nou, dat klinkt heel mooi. Ik wens je een hele plezierige middag. Dankjewel. Ja, dankjewel. 5,27. Voor 5,27. Lot nummer 5,27. Meneer, u staat hier bij de prijzen van de verloting te kijken. U bent hier binnengekomen. Wist u van het evenement of kwam u spontaan binnen? Ik had in de krant gelezen en ik dacht eens even kijken. Wat vindt u van het evenement? Nou, het is wel aardig. Het is niet iets wat je alle dagen ziet, hè. Dat is wel leuk. Had Stadskanaal hier behoefte aan, zegt u? Of is het zo gespecificeerd dat u zegt van nou, het is gewoon leuk om even binnen te kijken? Nou, het is leuk om binnen te kijken, maar aan de andere kant, je ziet dus ook wat in andere landen gebeurt. En dat is toch belangrijk. Ik denk dat voor de dames het mooiste is allemaal, de kleren en dergelijke en het etenspul. Maar eten lusten wij ook wel, meneer. Ja, pas maar op. Ik wens u heel veel plezier vanmiddag. Ik jullie ook. Ik zit hier aan tafel met... Mida. Mida. En Mida zit volgens mij te wachten. En als ik naar je kleding kijk, dan denk ik dat je een demonstratie gaat geven. Inderdaad. Ik ga zo dansen. In Javanse dans. Ik ga Sojong dans doen. Sojong dans betekent sayang, zijn in het Nederlands schat. Het is de dans van Oost-Java. En ik ben zelf Javans. Ik kom uit Yogyakarta en ik ga zo ook een workshop geven. Na de dansdemonstratie ga je een workshop geven. Waar gaat deze workshop over? Het is een workshop gaat over het Sojong dans. Het gaat over de dans is omvat over een nieuwe danscreatie, over een vrolijke meisje die gaat die heel vol met geluk. Die zit vol met geluk, zoals bij meisjes bij Geroedehuis natuurlijk. Dat wil ik graag presenteren. Dat klinkt hartstikke mooi. Ik wens jou heel veel succes vanmiddag natuurlijk met je dansdemonstratie. Je ziet er prachtig uit, prachtige kleding. En heel veel succes met de workshop. Super bedankt, u ook. Ja.
Ik heb een heel bijzonder interview. Ik heb een meneer aan tafel zitten, een afgevaardigde van de ambassade van Indonesië. Ik heb Aafke nog even gevraagd of ze mij wil assisteren in dit interview, om het interview ook te vertalen. Wat brengt u hier vanmiddag in Stadskanaal? Bapak itu bertanya untuk apa sebenarnya ke Stadskanaal ke sini? Saya ke sini untuk memperkenalkan tarian Indonesia, tari-tari tradisional Indonesia di sini. Jadi salah satu program dari Atase Pendidikan dan Kebudayaan adalah mengenalkan, mempromosikan tari-tari Indonesia, tari-tari tradisional, dan kami ingin mengenalkan ini ke orang-orang Belanda untuk mempelajari tari-tari tradisional Indonesia. Ja, ja, meneer legt eigenlijk uit de reden dat hij hier naartoe is gekomen, omdat hij graag de mensen die hier wonen en sowieso de Nederlanders in het algemeen, want zijn taak is de functie van cultureel attaché in de Indonesische ambassade, om dan ook de mensen in Nederland wat meer kennis te laten maken met vooral de Indonesische dansen, vandaag vooral de Javaanse dans. Wat is uw indruk van vanmiddag? U bent nog niet zo heel lang binnen, maar wat is uw indruk van deze middag en de mensen die u hier ontmoet? Kesan bapak mengenai hari ini bagaimana? Suasana seperti apa? Saya tertarik sekali. Pertama begitu saya masuk kepada ke gereja, kebetulan diadakan di gereja, saya melihat oh ini gereja, terus kemudian ada pertunjukan, terus saya melihat ada barang-barang seni yang dijual dan itu semuanya berbau Indonesia. Terus saya tahu kemudian oh ini memang ini acara untuk Indonesia gitu. Nah, karena itu kemudian menurut saya ini adalah event yang sangat bagus sekali untuk mengenalkan dan mempromosikan bahasa Indonesia, mempromosikan budaya Indonesia. Ja, meneer zegt vanaf het moment dat hij hier binnenkwam was hij al helemaal onder de indruk van de Indonesische sfeer die hier hangt. Hij zegt het was dan nu toevallig in een kerk, maar dat is een mooie gelegenheid ook hier om. Hij zegt hij zag allerlei Indonesische spullen liggen die verkocht werden en ook allerlei activiteiten op het gebied van Indonesische cultuur. Dus hij zegt dat is echt een mooie gelegenheid om de cultuur hier ook in Nederland te promoten als het ware. Dat is mooi. Aafke, dankjewel voor je hulp. Hoe zeg ik dankjewel? Terima kasih. Dankjewel, meneer. Nou, we zijn al even bij je stand aan het kijken. Hè? Ik zie allemaal hele lekkere producten staan. Allemaal lekkere kruiden, inderdaad. Lekkere kruiden. Lekkere kruiden en specerijen uit Indonesië. Hoe kom je op dit evenement terecht? Ik ben benaderd door Yvette en Jeroen. En ik ken Yvette en Jeroen al een tijdje van de passers. En ik loop veel in de passerwereld. Dus ze hebben mij benaderd om hun een handje te helpen. En voor de mensen hier, om de mensen hier te voeden eigenlijk, heb ik lekker chendol gemaakt. Zou ik het eens mogen proeven? Zeker, zal ik even voor jou klaarmaken. Heerlijk. Smaakt goed. Dag mevrouw, ik zie u nu net naar buiten lopen uit de Zemstraatkerk. U bent geweest bij het evenement Garuda House? Ja. Wat vond u daarvan? Prachtig. Heel mooi. Wat heeft u gezien? Nou, net hele mooie kleding. Super, super mooi. Ik heb zelf een mooie ring gekocht. Ik heb spekkoeken gekocht. Heeft u het ook al geproefd? Nee. Dat gaat u thuis doen? Dat ga ik thuis doen, morgen. Het is heel lekker, hoor ik op de achtergrond. Dat is maar. Ik begrijp, ik ben blij dat u geweest bent, begrijp ik. Ja hoor, helemaal. Nou, door mijn tante. Ik woon hier eigenlijk heel dichtbij. Maar het zijn allemaal zulke leuke dingen. Van alles. Ja, van alles is er te doen. Leuke prijsjes met de verloting. Heb ik ook nog wat gewonnen. Dus dat is allemaal goed. Heel erg bedankt, mevrouw. Mijn naam is Aafke de Jong. Ik woon in Den Haag. Maar ik heb daarnaast ook lang in Bali gezeten om de Balinese dans te bestuderen. Mijn achtergrond is danseres en dansmaker, choreograaf ook sinds toch wel weer een tijdje in Rotterdam afgestudeerd. Maar vanaf mijn jeugd, ik denk vanaf mijn 8e of 10e, wilde ik al heel graag naar Bali om Balinese dans te studeren. En dat heb ik ook gedaan. Dat is wat je hier vandaag gedaan hebt, hè, de Balinese dans. Ja. Maar wat brengt jou vanuit Den Haag naar Stadskanaal? Wat doe je in Stadskanaal?
Ja, nou, ik ken de helpers, of ja, het zijn niet de eigenaars van Garuda House, maar wel degene die zich daar heel erg voor inzetten. Yvette en Jeroen Langeveld, die ken ik al eigenlijk een tijdje. We komen elkaar steeds overal tegen, want vaak hebben ze een standje ergens op een Passer Malam ergens in het land staan. En dan zien we elkaar weer. En op een gegeven moment kwam Yvette zo naar me toe en die vroeg van, nou, wij steunen dus Garuda House. Weliswaar zitten we helemaal in het noorden van het land en jullie in het zuiden meestal. Maar zouden jullie het een keer leuk vinden om ook voor ons Garuda House te promoten en ook de dansen, dus een beetje van de cultuur van Indonesië te laten zien? Ik heb vanmiddag mogen kijken naar Javaanse dansen, naar Balinese dansen. Ik heb kwelapis mogen proeven. Dit was een middagje Garuda House Bali. Het evenement heeft zich gepresenteerd in de Zemstraatkerk in Stadskanaal. En ik heb een hele leuke middag gehad en veel dingen over Indonesië mogen leren.